sta hier bij Diego Teunissen en vandaag wordt zijn keeperswinkel, keeperstalent geopend. Mm-hmm. Diego, je bent een hele jonge ondernemer, want je bent pas 22, hè? Ja, dat klopt. Ja. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Ja, ik ben altijd natuurlijk keeper geweest bij de jeugd van NAC. En sinds 2 jaar ben ik mijn eigen keeperschool begonnen. Keeperschool Diego, waarbij ik keeperstrainingen geef op de zondagmorgen en op de vrijdagmiddag. En ik kreeg steeds vaker de vraag van waar kan je je keeperspulletjes halen? En waar is de beste plaats? Wat zijn de beste merken? En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon een eigen winkel starten, een eigen webshop erbij. En dan kunnen alle keepers die interesse hebben in keepersproducten en willen weten waar je de beste producten kan halen, die kunnen dan naar mijn winkel komen. Dus van het een kwam het ander. Veel met mensen gesproken en nu 2-3 maanden later staan we hier in deze gloednieuwe zaak. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee van de winkel. Zijn er veel keeperswinkels in Nederland? Je hebt op dit moment 3 keeperswinkels in Nederland. Volgens mij heb je 1 in Papendrecht, 1 in Volendam, die ook een paar weken geleden is begonnen. En ik ben volgens mij de derde. Dus dat is een beetje het. Dat zijn er niet echt veel. Dus de mensen komen echt specifiek hier dan naartoe om spullen te kopen? Ja, je kan overal natuurlijk je keepershandschoenen halen. Elke stad heeft natuurlijk sportzaken, sportwinkels. Maar als je echt naar een speciaalzaak wil, kijk, bij een normale sportzaak heb je denk ik misschien 10 verschillende soorten handschoenen, maar wij hebben die 50, 60 ruim voorraad. Dus wij hebben echt een veel groter assortiment dan de normale sportzaken in Nederland. En wij hopen dat we natuurlijk ook echt deskundig advies kunnen geven over de keepersproducten. Dus op basis van die 2 dingen willen wij ons onderscheiden ten koste van de andere sportzaken. Het is meer een speciaalzaak. Het is echt een speciaalzaak gericht op keepers. Alles wat een keeper nodig heeft, behalve voetbalschoenen helaas, daar kan je bij ons voor terecht. Van keepershandschoenen tot bescherming, tot helmen zie je daar. Trainingsmateriaal, ook voor keeperstrainers. Keepersbroeken met kussentjes, zonder kussentjes. 5, 6 verschillende keepersmerken. Ook zelfs een merk Rinat, waar je nergens anders in Nederland verkrijgbaar is. Dus we willen ons echt onderscheiden ten opzichte van de sportzaak. Ja. Want je bent echt een bezig mannetje, zeg maar. Mm-hmm. Want je hebt je keeperschool, zeg je. Je geeft nog training aan de jeugd, de keepers van NAC. En dan heb je ook nog een sportbezo. Dus je zit niet stil op jouw en dan op zo'n jonge leeftijd. Ja, inderdaad. Nee, ik zit zeker niet stil. Ik heb een eigen sportbezo samen met Mike van de Kieboom. In de Haagse Beemden vangen wij dagelijks kinderen op. Die tot 6:30, dat de ouders die werken, die vangen wij op. Ik heb een keeperschool al 2 jaar die ik elke zondagochtend en elke vrijdag aan het einde van de middag training geef. Ongeveer 35 keepertjes die daar elke week. Dat is echt voor kinderen, denk ik. Echt voor kinderen tot 15, 16 jaar. Van de kleinste tot 15, 16 jaar. Die gewoon extra willen trainen. Want bij de meeste voetbalclubs is de keeperstraining niet heel goed geregeld. Dus dan komen ze echt naar mij toe en naar mijn team. Om de trainingen te volgen. En dan de keeperswinkel erbij. Dat is wel heel spannend natuurlijk. En ik ook nog jeugdtrainer bij NAC. Dat is ook maar 2 dagen in de week. Maar daar geef ik dan de D-jeugdtraining. De D2 en D1, 4 keepertjes die 2 dagen in de week training mag geven. Dus al met al heb ik best wel een vrij druk programma. Ja, als je het een beetje zo achter elkaar opnoemt. Maar ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En dan is het natuurlijk prachtig als je zo'n druk leuk programma hebt. Dus daar ben ik heel blij mee. Keep je nu zelf nog ergens? Ik keep bij het eerste van TSC in Oosterhout. Daar speel ik nu dit is mijn 3e jaar al. Ik heb al natuurlijk bij de jeugd van NAC gespeeld. Totdat ik een hernia-operatie kreeg. En sindsdien ben ik niet meer op mijn oude niveau teruggekomen. En nu speel ik het eerste elftal van TSC in Oosterhout. En het gaat nu goed met je rug? Ja, het gaat niet goed. Ik kan nog niet zo hard trainen zoals ik vroeger trainde. Want dan krijg ik altijd weer een terugval. Dus ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn met mijn trainingen. Maar ik kan wel gewoon 2 keer in de week trainen en zondag een wedstrijdje spelen bij TSC. Ja. Daar heb ik geen problemen mee. Uh,
op het gebied van marketing, regel je dat ook allemaal zelf? Ja, ik heb zelf een webshop gemaakt, www.keeperstalent.nl. Alle producten die op de webshop staan, die zijn ook hier in de winkel verkrijgbaar. Ook een actuele voorraad wordt bijgehouden, dus je kan precies op de webshop zien of het hier in de winkel op voorraad is. Verder heb ik ook twee hele grote doeken hangen bij TVC Breda en bij Bavels. En echt van die mega grote doeken die achter de goals hangen. En verder, ja, de keeperschool, die weten me ook te vinden. Ik geef training bij Bavel en bij Groenwit. Dus ik denk dat ik redelijk bekend ben op keepersgebied, maar dan moet ik natuurlijk nog wel uitbreiden. Proberen samenwerking te zoeken met allerlei verschillende voetbalclubs. Maar dat staat ook wel een beetje in de kinderschoenen. Maar, moet ook een beetje in Brabant het gaan maken in Brabant, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, ja, natuurlijk. Ik wil niet alleen in Breda zitten, want als je alleen aan de keepers in Breda je keepershandschoenen gaat verkopen, is het te klein. Dus het is echt de bedoeling dat heel Zuid-Nederland, heel Brabant, uiteindelijk voor de keepersproducten naar Breda afreist. Omdat je hier gewoon een supergroot assortiment hebt. Deskundig personeel die weet wat er in de keepershandschoenen zit, wat voor materiaal erin zit. Dus we willen echt dat heel Brabant uiteindelijk naar Breda komt voor zijn keeperspulletjes. Okay. Nou, prachtig. We wensen jou in ieder geval heel veel succes met deze winkel. En bedankt voor het gesprek. Ja, dankjewel. Jullie ook dat jullie hier kwamen om te filmen en te praten. Super. Okay. The world of football has lost one of the true legends of the game, both as a player and as a coach. He was a central character in a revolution that became known as total football. The Dutch invented it, but Cruyff was the guy who made it work. Johan Cruyff was one of the greatest players of all time. All that I want is a pair of wings to fly into the blue. Het was een fabelachtig voetballer, was een bijzonder mens. Hij heeft het voetbal veranderd mondiaal. Het was een ziener. Hij begreep soms niet dat andere mensen niet zagen wat hij zag. And the World Cup happened to be in full swing in West Germany. It was so exciting because part of the reason for the unreal kind of athleticism on the field, one of the players, a Dutchman named Johan Cruyff. I think we all remember the little turn and the back flick, completely wrong footing, the fullback on that occasion. Yeah, and it was named the Cruyff turn. To invent something like that is pretty unique. Very attractive to me to play in Spain a few years. I always have wanted to live in a foreign country for a few years. What really speaks to how important Cruyff was for the game of soccer is Cruyff brought a philosophy wherever he went of total football, of movement on the field. You know, we're still seeing Cruyff's legacy today on the field. Gezien als een democratie en een dictatuur. Dan zeggen voor die tijd kun je zeggen wat je wil. Op het moment dat die trainer beslissing genomen, moet je je kop houden te uitvoeren.
Het was weer Maak het in Brabant. Wilt u het nog eens terugkijken of heeft u het gemist? Dan kan dat uiteraard via onze website www.maakhetinbrabant.nl. En natuurlijk ook ons kunt u volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+.